Soroptimistenclub Bennekom en Beekdal hebben op landgoed de Lieskamp het internationale Trees for Life project afgesloten met een lokaal feestje. Dat deden ze door een pruimenboom in te huldigen in het bijzijn van een aantal hoogwaardigheidsbekleders uit de regio. Van de gemeente Rhenen was Corrie van Ree oud Ammerveld, de waarnemend burgemeester, aanwezig. De gemeente Wageningen was goed vertegenwoordigd met burgemeester Floor Vermeulen en wethouder Erik-Jan Bijleveld. En ook de kinderburgemeesters van Wageningen waren aanwezig. Maar die hadden dan ook nog een belangrijke ceremoniële taak. Er zijn natuurlijk mensen die zich afvragen waarom al die heisa voor een pruimenboom. Maar er zit een verhaal achter. Nou, het verhaal achter die pruimenboom is dat de Soroptimisten internationaal 100 jaar bestaan. En ter gelegenheid daarvan heel graag een project wilde organiseren waarin bomen, voedselzekerheid, geschonken wordt aan vrouwen in Ghana. En dat wilden ze heel graag koppelen aan een bomenproject hier lokaal, bij ons dus in de regio, waar ook mensen hier van bomen, landschap, natuur en voedselzekerheid kunnen genieten. En de pruimenboom leek ons daar een hele mooie boom voor aan de rand van Fruit Valley. We hebben daar in de afgelopen jaren veel geld voor opgehaald, €3.480. En een groot deel van dat geld dat we hebben opgehaald, dat was afkomstig van wandelaars hier op het Harsloer Klompenpad tussen Rhenen en Wageningen. Tijdens het evenement Kunst aan het Klompenpad, wat hier is georganiseerd. En daarom wilden we eigenlijk die wandelaars een cadeautje teruggeven in de vorm van een voedselboom waar zij van kunnen genieten. Dus de volgende keer dat ze hier over het Klompenpad komen, dan kunnen ze in de zomer vrijelijk pruimen plukken van de boom. Voor de mensen die Soroptimisten niet kennen, hoe zou je dat omschrijven? Ik zou bijna zeggen, de optimistische vrouwen. Die proberen om wereldwijd meisjes en vrouwen te steunen door hun positie te verbeteren. En daarmee niet alleen die van hun, maar van alle kinderen en ook van hun gezinnen en families. En dat gaat over scholing, over vrouwenrechten, over voedselzekerheid, maar ook over welzijn, een goed klimaat. Met het Soroptimisme en ook het 100 Mile Trees for Life project wil je eigenlijk zorgen voor een goede toekomst voor de kinderen wereldwijd van de komende generaties. En wij wilden de kinderburgemeesters van Wageningen en de lokale kinderburgemeester vragen om ons daarbij te helpen om eigenlijk de pruimenboom als een symbool voor de toekomst te planten. En daarom hebben wij hen gevraagd of zij hun wensen voor de kinderen van de toekomst ook bij de pruimenboom willen begraven. In de hoop dat die over 50 jaar terug worden gevonden door andere kinderen. En dat zij dan weten wat wij in deze tijd belangrijk vonden voor kinderen in de toekomst. We waren bij een boom planten, want dat is eigenlijk voor een 100-jarig bestaan van de Soroptimistenorganisatie. We hebben ook allebei een brief geschreven of een wens. En die gaan mee in een tijdscapsule met ook nog een bericht voor mensen over honderden jaren. Mag ik weten wat daarop staat? Er stond iets op wat zeg maar allemaal hele leuke dingen waar ik heel erg van geniet buiten. En wat ik de kinderen over 100 jaar in de toekomst en ook in de hele wereld wens om ook te kunnen doen. En bij mij stond er eigenlijk wat ik nu al zie wat er gedaan wordt aan de natuur en hoe we het beter kunnen doen. En hoe we ervoor kunnen zorgen dat kinderen in de toekomst ook nog van de natuur kunnen genieten. Het is een pruimenboom. Gaan jullie daar ook een beetje naar omkijken? Een beetje voor zorgen? Ik denk van wel, want ik woon vlakbij in Noordwest. Dus ik wandel hier ook best wel vaak. Persoonlijk kom ik hier niet zo heel veel. Ik loop vaak door het bos. Maar Misschien nu wel. Ja, misschien waarschijnlijk wel, ja. Voor de liefhebbers van de klompenpaden. Hoe weten ze hem te vinden? Harsloer Klompenpad. Als je dat intikt, er is ook een Nederlandse site voor klompenpaden. Daar kun je ze allemaal vinden. En deze route is 13 kilometer lang. En hij ligt echt op een prachtig gebied. Want je ziet overal de Grebbeberg liggen. Je ziet een heel groot deel van de vallei tussen Bennekom, Wageningen en Ede. En je hebt een heel gevarieerd landschap hier. Zowel agrarisch als ook echt natuur. We staan hier ook op een landgoed met een natuurvijver. Dus ik kan echt iedereen aanbevelen om een kijkje te komen nemen in de zomer. Nu staat die pruimenboom daar. Wanneer kunnen de eerste geplukt worden? Heb je daar een idee van? Nou, ik hoop dat er deze zomer al wat aankomt. Maar volgend jaar is hij zeker, denk ik, de maat dat er veel pruimen van geplukt kunnen worden. Is dat wat voor jullie om later ook bij de Soroptimisten te gaan?
Ik denk van wel, want ze hebben wel goede idealen en zo. Het is best wel een goede groep, dus ze hebben echt goede plannen en ideeën en ze voeren ook dingen uit, zoals vandaag is gebeurd. En ja, dat is wel heel tof. Een beetje girl power is het, hè? Ja, precies.